Zo. Goedemorgen allemaal. Hallo. Ik weet niet hoe de tijd moet is. Hoi allemaal. Goedemorgen. Wij zijn vandaag op het Kortrijk College. Het is vrijdag en vandaag is het tech event. En wij nemen jullie gezellig mee. Yes. Wat ze dus gaan doen. Ze gaan een bibberspiraal maken. Hier staan dus de materialen die ze nodig hebben. De aantallen, de afmetingen en de omschrijving. En dit is eigenlijk gewoon een gebruiksaanwijzing. Het is super handig. En mij lijkt het heel erg leuk om te doen. En dit zijn alle benodigdheden die ze hebben. En zo ziet dat eruit. Hoi, ik ben hier nu met Glenn. En wat vind je er tot nu toe van? Leuk. Ja? En wat vind je er leuk aan? Nou, we hebben veel workshops. En ja? Nou, heel veel plezier nog en bedankt voor de fijne interviews. Nou jongens, ik ben hier met Saskia en zij heeft hier vandaag een presentatie gegeven en ik vroeg me af wat u eigenlijk hier doet. Wat jullie hier doen. Ik ben hier vandaag gevraagd om een leuk spelletje te spelen. Onder andere natuurlijk om iedereen lekker enthousiast te krijgen, iedereen lekker los te krijgen. Bij Zep Live dat maken we altijd een hele hysterische show, dus dan dacht ik, nou dat kan vast keer wel. Dus dat heb ik vanmorgen gedaan. En daarna waren er allemaal workshops en ik vond het een beetje saai om gewoon te wachten. Dus ik heb ook meegedaan. Nou, kijk, komt ik eruit. Oh, hij is best mooi. Goed hè? Ja. Een leuk kaars of zo. Ja, laag gewind ligt. Helemaal goed. Leuk. Maar ik ben eigenlijk gewoon om ook een beetje iedereen die hier komt ook een beetje enthousiast te maken voor vandaag. Ja. En waarom is het zo belangrijk voor de kinderen die hier komen om te weten wat technologie is en wat het eigenlijk inhoudt? Nou, ik denk dat heel veel kinderen die nu nog op de basisschool zitten, die denken van nou, wat wil ik laten worden? Iedereen wil wat anders worden, de ene wil iets met dieren, de ander wil de mode in. Maar ik denk dat heel veel, en dan voornamelijk meisjes, zich niet realiseren dat techniek eigenlijk overal achter zit. Dus werk je nou in de make-up branche en wil je de allerbeste lipstick gaan maken of testen, dan moet je wel weten hoe dat moet. Daar zit techniek achter. Eigenlijk achter alles zit gewoon techniek. Ja. Dus het is een heel stoer vak om te gaan leren, alleen ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Vooral heel veel kinderen die hier komen, dus super goed dat ze workshopjes doen en dat soort dingen om er een beetje achter te komen. En wat vond je zelf van deze dag, van de ochtend? Ik vind het heerlijk, ik vind het lekker hysterisch, dus precies waar ik voor gevraagd was. Ja, dus dat was helemaal goed. Nou, dankjewel en veel plezier nog vandaag. Ja, dankjewel, jullie ook. Michiel Rietveld. Van het bedrijf? Altrex, zoals jullie zien. Yes, en wat doet u hier? Mij is gevraagd om de leerlingen die eventueel kiezen voor de richting techniek hier, om die wat uitleg te geven over onze materialen. Dus ik heb een stijger meegenomen en misschien kun je het in beeld brengen. Ik heb ook nog een mooie trap meegenomen. Dat zie je hier. Dat zijn natuurlijk de klimmaterialen die gebruikt gaan worden als mensen kiezen voor deze leerrichting. Oké, en vinden de leerlingen het een beetje leuk? Tot nu toe wel. Eigenlijk hebben we nu twee mensen omhoog gehad en die hebben eigenlijk als voorbeeld hebben ze het gelijk heel goed gedaan. Dus dat gaat zeker goed. Hij is ook best wel hoog, zo te zien. En ik heb natuurlijk hele goede hulp vanuit het Collia College. Zeker. Hallo. Hallo. Docent. Mijn naam is meneer Van Dieremen en ik sta hier ook bij om te ondersteunen in verband met de veiligheid. Dus we hebben voor de gymmatjes gezorgd van mocht het fout gaan. En ik help Michiel vandaag met de leerlingen naar boven zien te krijgen. Dus helemaal leuk. Nou. Hartstikke bedankt. Ja, dank u wel. Hartstikke bedankt en veel plezier nog. Dankjewel. Zeg eens even hoi tegen de vlog. Ja, weer een applaus. Nou jongens, dit was weer het einde van de vlog.
Ik vond het heel erg leuk en ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden met ons mee te kijken. Ik vond het ook gezellig. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal als je onze filmpjes nog wil blijven kijken. Doe een duimpje omhoog. En voor informatie naar www.coolacollege.nl. En dan zien we jullie bij de volgende vlog weer. Doei!